In de slavenhandel heeft Zeeland een belangrijke rol gespeeld. Van de 600.000 tot slaafgemaakte Afrikanen die door Nederlanders zijn verhandeld, is de helft door Zeeuwse schepen naar Amerika gebracht. Dat is een pijnlijke geschiedenis, maar wel een die alle aandacht verdient. Omdat het de geschiedenis van ons allemaal is, waarvan de gevolgen zichtbaar en voelbaar zijn tot op de dag van vandaag. Tussen 1732 en 1803 groeide de Middelburgse Commerciecompagnie uit tot de belangrijkste Zeeuwse speler in de slavenhandel. Het bedrijf organiseerde 113 reizen en vervoerde meer dan 30.000 slaafgemaakten van Afrika naar Amerika. De complete boekhouding van de MCC ligt in het Zeeuws archief en is een unieke bron voor onderzoek naar het slavernijverleden. Tussen alle kille cijfers zitten soms ook bijzondere verhalen. De Wijlschipper Jan Bijl te kennen geeft dat zich in zijn schip zekere slavin heeft verborgen gehouden, die zich eerst 24 uren na zijn vertrekken geopenbaard heeft en tot grote ontsteltenis van hem en zijn officieren voor den dag gekomen is. Het gaat over een tot slaaf gemaakte vrouw, Leonora heet ze, en zij heeft zich verstopt aan boord van het schip op de avond voordat het schip uitvoer uit Curaçao terug naar Middelburg. En 24 uur later is ze voor de dag gekomen en de bemanning is zich echt een hoedje geschrokken. Voor de slaafgemaakten was de situatie natuurlijk ontzettend moeilijk op de plantages. En ze hadden bijna niet de mogelijkheid om te ontsnappen of om zich daaraan te onttrekken. En Leonora heeft een mogelijkheid gevonden. Zij heeft zich verstopt aan boord van een schip dat naar Europa ging. En wellicht heeft ze geweten dat in Europa geen slavernij was. Er mochten daar geen mensen als slaafgemaakte worden gehouden. En ja, dat is ontzettend dapper van haar dat ze aan boord van het schip is gegaan midden in de nacht. En en etmaal later voor de dag is gekomen. Maar de eigenaren van Leonora laten het er niet bij zitten en vragen de MCC haar terug te sturen naar Curaçao. De directeuren schrijven een brief terug. Belangende de slavin Eleonora bevindt zich nog hier in dienst van goede mensen en staat in het kort lidmaat onze gereformeerde gemeente te worden, zodat het onmogelijk is haar naar kostij te beschikken. Ze zeggen dus, Leonora is hier bij ons. Ze is in dienst van goede mensen, zoals ze zelf omschrijven. En ze wordt binnenkort lid van de kerk en het is onmogelijk daardoor om haar terug te sturen. Het is Leonora dus gelukt haar vrijheid te herwinnen. De ontsnapping van Leonora is bijzonder. Maar uit archiefstukken blijkt dat veel meer slaafgemaakten hun lot niet zomaar accepteerden. Sommigen springen overboord, anderen gaan in hongerstaking. Eenmaal in de kolonie proberen velen te ontsnappen. En scheepsjournaals doen verslag van tientallen opstanden aan boord van MCC-schepen. Ook hier in Zeeland waren er in die tijd soms mensen die zich verzetten tegen de praktijken van de slavenhandel. Begin 18e eeuw noemde de bekende dominee Bernardus Smijtegeld het zelfs een zonde. Hier stond dominee Smijtegeld dan op een zondagochtend in 1735 bijvoorbeeld voor een publiek van misschien wel 1000 man. Hij was een van de weinigen die iets tegen de slavenhandel heeft gezegd. En het was een man die geen blad voor zijn mond nam. Het was een echte zedenprediker. Als hij vond dat het volk het niet goed deed of dat de regenten het niet goed deden, dan zei hij daar wat van. Want ja, hij had de Bijbel had hij bij zich. En ja, wie is tegen de Bijbel? Een van de stokpaardjes was toch wel de 10 geboden. En ja, slavenhandel, dat vond hij echt iets van een soort van grote dieverij. Die ene mens steelt, zei God, zal zekerlijk gedood worden. Is dat niet droevig? Daar hebben christenen ene negotie van gemaakt. Ach, mochten wij die mensen die zo verkocht, vervoerd en dikwijls daarom vermoord worden en spreken, zouden zij dan niet zeggen, zoals eertijd Jozef, ik ben diefelijk ontstolen uit mijn land. Dit is eigenlijk een voorbeeld van ja, diefstal van mensen. En niet zomaar een klein vergrijp, nee, dat is echt grove diefstal. En dat juist wij
hier in Middelburg in 1735 ons daaraan schuldig maken. Ja, daar moest hij toch wel een punt van maken en dat deed hij dan ook gewoon. Maar de notabel die voelde zich best wel aangesproken en de dominee die kon natuurlijk alleen op zondag wat zeggen. En als hij zich door de week er dan niet te veel mee bemoeide, dan gebeurde er niet zoveel. En dat is hier ook wel het geval geweest. Toch kan je dit wel beschouwen als een soort vorm van verzet hier ter plaatse. Al waren er, die waren er niet veel, dat moet ik er wel bij vertellen. Waarom zijn dat er dan zo weinig? Ja, dat komt toch ook wel omdat die hele slavenhandel zich ver van ons afspeelde. Hè? Dus dat speelden ze af in West-Afrika, dat speelden ze af in West-Indië, in Suriname. Wij zagen daar hier bijna helemaal niks van. De enige die daarmee te maken kregen, dat was de bemanning aan boord van zo'n schip. Dus wat ver weg gebeurt, is ook altijd wat minder erg. Maar wij kunnen eigenlijk niet treden in zo'n tijd. We hebben geen idee precies wat de mens van toen bewoog. Wat rest van die tijd zijn de documenten die bewaard zijn gebleven in het archief van de MCC. De waarde van het archief is heel erg groot. Het is het enige archief ter wereld dat zo bewaard is gebleven en zo rijk is aan details, waardoor het verleden echt tot leven kan worden gebracht. Door het archief te bestuderen kun je achterhalen wat zich heeft afgespeeld. En dat is belangrijk om te weten. Hoe is dat allemaal gebeurd en op welke plaatsen in de wereld is dat gebeurd? In het archief zie je vooral de witte stem natuurlijk. Het is ook door witte mensen opgeschreven, door Zeeuwen. De zwarte stem hoor je af en toe. Zijn we hier ooit mee klaar met zo'n geschiedenis over de slavenhandel? Op den duur zal dat minder worden. Nadat we langer onderzoek, meer begrip voor onze geschiedenis, voor de zwarte, voor de witte geschiedenis, want het is tenslotte toch onze geschiedenis. En als we de empathie en begrip voor elkaar kunnen opbrengen, dan zal ook dit verhaal zal op den duur minder pijnlijk zijn.